glitters in je dak, sterren hemel, die bak is gay as fuck. Fuck die rappers, pet the heart, fuck Dubai, I love the block. Geen awards, ik pet the heart, dat is het probleem, want zij zijn soft. The game kent geen wederzijdse loves, de J-Lion vlog. Kijk, het is natuurlijk totaal geen hossel die blikjes, want al die junks die sprongen er natuurlijk meteen op. Maar het is toch 45 cent wat je dan even op straat ziet liggen. Ja, wat moet je dan, weet je? Als jij 50 cent op straat ziet pakken, het ook op, snap ik? Dus ik dacht van ja, shit. Kijk, als het één blikje was geweest, een keer had ik het wel. Er lag gewoon zo'n blikje. Ik wou er al die in en er stond zo'n blikje op dat muurtje. Ik dacht van ja, weet je, als je het nu niet doet, snap je? Voor die 15 cent, 20 cent, een euro, dat is ook de reden dat je naar de Aldi gaat in plaats van de Appie. Dus ja, ik laat die mooi niet liggen, begrijp je? Maar dat is dus het ding. Ja. Kijk, die 20 cent, die 50 cent, die euro. Het is ook voor dat verschil dat je zeg maar naar de Aldi gaat in plaats van de Appie. Dus ik laat dat niet liggen, weet je wel. En ik heb nu zojuist een junk gered van zijn verslaving. Deels een junk gered, maar wat ik laatst ook zei in die ene vlog, van wat ik zei, het blijft klaar om dat toch, is omdat ik wil ook niet veel zeggen, ik wil niet zelf ik wil niet dry snitchen, weet je wel, maar kijk, je hoeft geen expert te zijn om het te zien ofzo, het lijkt net, de OG's gaan dit weten, The Wire, Amsterdam, snap je? Zo lijkt het hier een beetje. Meer ga ik ook niet zeggen. Mensen weten. Maar mensen weten wat ik bedoel. Als ik zeg Amsterdam, zo lijkt het hier gewoon. Snap je? Het is echt een open markt. Maar ja, het maakt het recyclen wel overbodig, zeg maar. Want dat hebben ze niet eens zo lang in Nederland. In het buitenland hadden we altijd al die bakken, ook in winkelcentra, overal. Dus zeg maar een bak voor blik, een bak voor papier. Nu hebben ze dat eindelijk in Nederland. En dan gaan ze statiegeld op blikken invoeren. Kijk, flessen, prima, kan ik wel begrijpen. Waren we al gewend, oké. Maar blikjes, je hebt gewoon tassen met blikjes in je huis op een gegeven moment, snap je? En die machines kunnen het niet aan, de infrastructuur is er niet. En dan gaat het tweemaal demissionaire kabinet ook nog zeggen, ja, de supermarkten moeten wel een zaak op orde hebben. Yo, wie zit hier achter? Snap je? Daarom zegt Baudet ook niemand in de cockpit, snap je? Het is zulke stupide beleid gewoon. Het is gewoon nergens op gebaseerd. Even statiegeld op blikjes, weet je, en dan wij zitten met het probleem. Snap je? Kijk, laat Rob Jetten en GroenLinks dan, weet je, zet daar een balie neer de appie en laat hun die blikjes aannemen en jou je geld geven. Hebben ze ook nog wat te doen, hebben ze ook nog werk, een baantje, weet je wel. Ja. Maar dus wat ik dus was aan het zeggen, ook bij ons in de supermarkt, lopen de hele dag die junks in die prullenbak. Het lijkt net een grabbelbak. En om de zoveel minuut of zo, van je zou maar wat gemist hebben of zo, de hele tijd in die prullenbak. En ook bij Scorro's zie ik het gewoon. En ik weet gewoon niet of kinderen, jongeren daar bloot moeten worden gesteld. Je loopt dus je school binnen en er zit iemand in de prullenbak te hangen, weet je wel. Ja, of misschien moeten ze dat wel zien. Misschien worden ze er bescheiden van wie het kleine niet eet, is het grote niet waard. I don't know. Ik vind het raar beleid. Daar heb je ze. Die komen echt van mij. Ja, dat is de motherfucking J-Line. En als je in een position of power bent, net als mij, moet je natuurlijk ook anderen een kans gunnen. Dus aan ieder leuk meisje, je mag me altijd tracteren. Dat is natuurlijk het nummer 1 restaurant van Velp. Kijk, als je rapper bent, ga je niet zelf je bestelling afhalen. Dat is ook veel te gevaarlijk. Dus ik heb daar gewoon mensen voor. En die bevestigen dus ook net van dat ze inderdaad zeiden dat ze nummer 1 restaurant in Velp zijn. Want dat is vet druk. Dus mijn besteller, die
die maakte daar een opmerking over aan de jongens achter de balie. En die zeiden ook, ja, maar weet je wel waar je bent? Oh, wat een bescheiden mens. We zijn er veel opzij, dus kijk maar uit. We zijn 2019, ik ken niemand meer en dat geldt dit jaar weer. Next year. Goede werknemer, maar kan beter ondernemen. Ik kan je orde nemen, maar ik kan me geen orders geven. No. Ik kan daten of ik kan ondernemen, maar ik kan me niet splitsen. Is maar 1 mei, kan niet aan het ondernemen zijn en op een date zijn. Ik weet dat ik ijskoud ben, mag zo ben ik gemaakt. Soms kan je niks aan doen, bijvoorbeeld ik ben nu ook verkouden. Kan ik niks aan doen, ja. Ik mis niemand meer, niemand. Mensen gaan heen en weer, Mensen gaan en ze komen weer, En als ze gaan, ik mis ze niet meer. Nee, niemand, ik mis niemand meer. No. Ik mis niemand meer. Mensen gaan heen en weer. En als ze gaan, mis ik ze niet meer.